Welkom bij. Games 93. Hallo Games 93. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Liberation HD. Yeah! Jongens, vandaag gaan wij weer verder met de hoofdmissies hier in Mexico. Yeah! Jongens, we gaan vandaag weer verder met de hoofdmissies. Dus gaan we zo snel mogelijk naar de hoofdmissie toe. En voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben gezien, we zijn midden in Mexico in een of andere rare community plaats waar iedereen gelukkig is, iedereen mag wonen en eten krijgt en mag doen wat hij wil als hij hier gaat werken. Er is alleen één ding: je mag hier nooit weg. Maar goed, in ieder geval, laten we een hoofdmissie gaan doen en laten we zien wat er gaat gebeuren. Gathering tools. Fashion a weapon out of the materials at hand. Okay, start memory. There's no shortage of material here. Perhaps I can gather the tools to arm myself so I'm ready when the time comes. Klinkt slim. Klinkt als een goed idee. Okay, loot 2 belts from the guards. Belts collect 0 van de 2. Don't enter open conflict. Okay, 2 belts. Op zich moet dat niet heel moeilijk zijn. Okay, moet die gozer wel stil blijven staan. Oké, gozer, als je nou even blijft stilstaan. Kunnen we nou echt niet van hem stelen? Nop, hij heeft niks bij zich waarschijnlijk. Oké, is helemaal goed. Oké, dat is wel een open conflict als we dat doen. Maar van hem niet, denk ik. Maar hij heeft niks bij zich. Hoezo hebben die gozers niks bij zich? Heeft deze gozer dan iets bij zich? Nee, kunnen we ook niet krijgen. Heeft u iets bij zich dan? Ook niet. Zijn er aparte bewakers die wat bij zich hebben dan? Oh, wacht even. Dit gebied is nu rood. Dus waarschijnlijk hebben de mensen daar belts. Oké, klinkt als een plan. En anders moeten we toch belts hebben. Dus dan gaan we ernaar zoeken. Nou goed, aangezien het verboden gebied is, zou het best wel kunnen dat daar belts te vinden zijn. Hij had hem in ieder geval niet. Misschien dat deze gozer hem heeft. Hij heeft hem ook niet. Misschien dat deze gozer hem heeft. Kunnen we hem beroven? Nee, we kunnen hem niet beroven. Waarom kunnen we hem niet zakken rollen? Dat vinden we heel vreemd. Moeten we ze eens neerslaan? Of wat moeten we nou precies met ze doen? Want als we ze niet kunnen zakken rollen, ja, hoe gaan we ze dan bestelen? Oh, sorry meneer. Ik zal even hier gaan staan. Ben ik niet in verboden gebied? Kijk, hoppakee. Valt niet op. Misschien dat we hem nu kunnen looten. Oké, dat is 1 belt. Oké, we moeten hem proberen te pakken. Even kijken. Misschien dat we hem kunnen proberen te pakken. Hoppakee. Zakkenrollen werkt namelijk niet op een of andere manier. Maar looten kan wel. Hoppakee. Steal 2 knives. Oh, dat ligt wel op vaste plekken. Oké, sure. Gaan we even die 2 messen pakken. Of stelen, eigenlijk. Maar goed. De dichtbijzijnste, ze liggen alle 2 daar erg in de buurt.
En daar erg in de buurt is precies waar? In het verboden gebied? Nee, ze liggen eigenlijk gewoon recht voor onze neus. Oké, ik dacht we moeten ze waarschijnlijk uit het verboden gebied halen, maar ze liggen gewoon recht voor onze neus. Dus ja, geen enkel probleem. Even kijken, steel. Oh, deze kunnen we wel stelen. Hoezo kunnen we die andere niet stelen dan? Oké, niks aan de hand. Oh, en hier zit ook nog een knife in het kistje. Oké, mooi. Knife collected. En plus 100 money. Find wooden planks at the construction site. Mogen we weer terug? Echt, wat is dit? Een soort kampeerplek is het eigenlijk. Dat je allemaal dingen in het bos moet zoeken. Voor mensen die al een keer in het gekampeerd zijn, die begrijpen wat ik bedoel. Dat je al je eten in het bos moet zoeken, alle hout voor het kampvuur. Is een beetje ook dit. We moeten alles een beetje vinden. Maar goed, is ook leuk. Maakt het een beetje avontuurlijker. Hij weet ook een beetje wat we van deze plek kunnen verwachten. En wat alles is in deze plek. Goed. Waarom konden we niet de planken beneden pakken? Maar moeten we echt deze planken pakken? Place a powder keg near the stables. Oké. Sure. Als de game zegt dat we het moeten doen, dan gaan we het zeker doen. Even kijken. Hoppakee. Ja, dat is inderdaad een powder keg. Oké, pick up object. En we hebben de bewaker hier heel mooi uitgeschakeld. Dus kunnen we daar best naartoe lopen. Op een makkelijke manier. En laat maar vallen. Oké, find a musket. Hoe gaan we die nou weer vinden? Wacht eens even. Gevonden. Hoppakee, blow up the powder keg. Wat is dit trouwens? Swamp weapon. Oh, hier was ook zo'n musket. Oké. Nou, werkt ook. Goed, in ieder geval. Yep, drop weapon. Oké. Nou, nu kunnen we zijn working bench gebruiken. Oké, interact. Ah, laten we dan wapens gaan maken. Die we kunnen gaan gebruiken. A little crude, but it's better than nothing. Yep, en we hebben weer hidden blades. Tenminste, één hidden blade. Zover ik gezien heb. Of zijn het er twee? Het zijn er inderdaad twee. Oké, mooi. Hebben we ook andere wapens dan dat? We hebben natuurlijk onze rookbommen nog. Dus in dit geval kunnen we die wel even op nummer 1 zetten, of nummer 4 zetten. Maar goed. Nou, jongens, we hebben nog alle tijd, dus laten we nog even een hoofdmissie gaan doen. Want waarom eigenlijk ook niet? We hebben wapens. En we hebben tijd zat, dus laten we een hoofdmissie nog gaan doen. Oké, mooi. En wat gaan we nu doen in deze hoofdmissie? The Company Man. Discover the Colony's Dark Secret. Aha. Is dus wel een aardetje onder het gras. Behalve dat je hier nooit weg mag. Oké, dat is wel een heel verdacht figuur. Tilde Ferrer. Komt helemaal goed. We gaan hem wel even achtervolgen. Even kijken. Oh shit. Ik dacht dat we hem heel simpel konden zien. Maar dat valt hartstikke tegen. Deze we mogen hier lopen toch? Ja, we mogen hier lopen. Oké. Ik vind het trouwens wel een hele mooie plaats, jongens. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het wel een hele mooie plaats, dit. Oké, waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij verder naartoe? Hij heeft geen versterking meer. Oké, we moeten hem in de gaten blijven houden. Waar gaat de verder naartoe? Waar gaat die gozer naartoe? Er is niemand hoor, gozer. Niemand. Niemand. Niks aan de hand. Je kan gewoon doorlopen. Hij gaat naar verboden gebied. Dat vind ik dan weer niet heel mooi. Loop dan door.
Goed zo. Oké, hoppakee. Waar gaat hij naartoe? Ik weet het niet, maar we gaan er zo snel mogelijk achter komen. Of course, you're correct. The company man is already displeased. If we had more people. More people? We've already exhausted the local labor supply. I brought workers from everywhere, as near as Cuba and Where have you New more Orleans. People for nodig? And in total secrecy, do you realize how complex and expensive that is? Be patient. Vasquez will soon be in place in New Orleans. He will succeed where Baptiste failed. Ze zijn dus wel iets van plan. Haha. Oké, Till de Federer en de Overseer. Komt helemaal goed. Ze gaan alleen wel een heel mooi verboden gebied in. En dat vind ik weer niet heel mooi. Maar goed, we zijn er de vorige keer ook geweest. Dus op zich is het niet heel erg moeilijk. Ho. Nou, dan hangen we hier even. En jump. Valt niet op. Oké, we moeten alleen wel doorlopen. Shit. Oké, we moeten echt doorlopen. Want we hebben echt een paar secondes. Gelukkig. Waarom ziet niemand ons? Nou, weet je, ik vind het niet erg dat niemand ons ziet. Maar goed. We zijn er. Wat hebben jullie te bespreken? Here is the man I was mentioning earlier. What should we do with him? Educate him on the error of his ways. You didn't really think we'd let you violate your contract and run off with a head full of secrets, did you? Okay, we moeten die gozer even gaan helpen. Defend the captive man. Okay, u gaat eraan. Kom maar op. Hoppakee, wel trusten. Jij ook, wel trusten. En jij zeker wel trusten, hoppakee. We gaan geen mensen afmaken. Ik dacht dat er geen zwepen waren, meneer. Wat is dat dan voor ding? Moet hij wel kunnen raken. Ja, weet je... Wij kunnen wel raken. Yup. Die is dood. Oh god. Komt er één gozer aan. Nee. Als ik jou was, zou ik dat niet doen, gozer. Oh, hebben wij nu een zweep? Oh, dat is vet. Oké. Okay. While pulling your enemy, press the whip. With the whip, press P to strike against them. Dat is best wel vet. Hoppakee. Hoppakee. En jij. Kom maar op. Oh, with the whip. Ah, shit. Nou, doen we gewoon zo. Echt, die whip is echt heel geweldig. Echt een leuk wapen. The company man. Sequence 4. Full sync. Weet je, nu we er toch zijn, laten we dan ook even meteen deze hoofdmissie doen. Tale of Truth. Follow the clues to unlock the past. Oké. Tenminste, hebben we zijn missies voltooid. Of unlocked. Of... Oké. Laten we dan even deze hoofdmissie gaan doen. Trail of Truth. Start memory. Oké. Wat is er aan de hand, gozer? Thank you. Where on earth did you come from? Nou, van dat pad. Where will you go? To New Orleans? I can arrange for employment. Huh? For what? My people are the phone. I will go back to Africa. Your locket is very unusual. I've seen one before. I assumed it was one of a kind. It is one of a kind. My mother made it with her own hands. You must be mistaken. No. The woman who wore the locket was named Jeanne.
She was one of the first workers to come here. I remember her fondly. But that was my mother's name. Where is this woman? I must see her. Yep. I don't know. She lived in a private house at the south edge of the camp. Okay, gaan we daar wel even naartoe. De Ferrer will be looking for you. Will you be all right on your own? Yes. I will hide until the changing of the guard at sundown, and then make my escape again. This time, they won't catch me. Ik hoop het voor Good je. Luck. Ja, succes. Oké, gaan wij op zoek naar onze moeder. Of naar Evelyn's moeder. Oké, complete the mission in under 5 minutes. Do not engage guards in open conflict. We zullen zien wat we kunnen doen. Meer kan ik er niet over zeggen. Oké, waarom zitten we nou de hele tijd vast aan die tafel? Oké, omhoog. En hoppakee, mooi, ontsnapt. Search for clues leading to Jan's hut. Oké, mooi. Dan gaan we achter Evelyn's moeder aan. Want blijkbaar, hopelijk is ze hier nog. Maar dan zouden we ons verloren moedertje weer kunnen terugvinden. Of Evelyn's verloren moeder kunnen terugvinden. Oké, Eagle Vision. Have to investigate the clue. Dat zijn voetsporen. Die hoeven niet van Evelyn's moeder te wezen. Hij kunnen ook best van ons wezen. Maar goed, maakt niet uit. Het zijn voetsporen. Oké, waar? Even kijken. Hé, hey, hier is nog meer. Hoppakee. I'd know it anywhere. Hey, en er is nog een diary page hier. Dus dat is ook mooi meegenomen. Waar is die? Hier beneden? Ik dacht dat we alle diary pages trouwens al hadden meegenomen. Wat doet dat ene diary page hier? Nou goed, gaan we het pakken. Waar het ook mag wezen. Waar is die diary page? Diary page! Waar ben je? Hierboven? Waar is die diary page? Ik snap het niet. Waar is die diary page? Laat hem even selecteren. Misschien dat er een soort waypoint naartoe gaat. Hier. Ik zie hem niet echt. Maar misschien dat hij verschijnt straks. Ik weet niet. Fekken. Hey. Hier is wat. These could be hers. Yup, het zou kunnen. Find the last clue. En dat is waarschijnlijk dan de diary page. Yup. Trail of Truth. Sequence 4. Cannot be trusted. Citizen A is near. Use Eagle Vision to locate and kill him. Let me show you the uncut version. Aha. We hebben dus weer zo'n stukje verhaal dat verstopt is door Abstergo. Alleen waar dan? Het kan daar beneden zijn. Weet je, laten we eerst boven kijken. Aangezien we toch al omhoog klimmen. Waarom ik naar boven ben geklommen, geen enkel idee. Maar, weet je, laten we eerst boven kijken. Misschien dat hier wat is. En anders kunnen we altijd nog naar beneden. Is hier wat? Target located. Aha. Oké. Hey, gozer, welterusten. Hoppakee. Oké, mooi. Ik ben benieuwd wat deze Citizen E unlocked. Maar voor de mensen die niet weten wat een Citizen E unlocked. I am sorry, I am late to our meeting, senor. I had to dispatch guards to hunt down another escapee. Third one this week, is it not? I am having him held for you. I know you like to deal with these matters personally. Always so considerate. I am rather in the mood for hanging. Have you given any further thought to my suggestion? Of doctoring the worker's ale? Haven't you had bad luck with poison before? Perhaps you're right. I don't want a repeat of the McCandall debacle. Archaeology is a fine, gentle work. I would prefer something that would not impair the worker's abilities. I suggest another festival, a suckling pig.
Tell them they are closer than ever to earning their land. Of course, you're correct. The company man is already displeased. Aha! Maar voor de mensen die trouwens niet weten wat een Citizen E was. Een Citizen E... ik weet niet helemaal precies hoe het werkte. Maar daar kon je het ware doel van bepaalde gozers achterkomen. Of het ware doel... Of het verstopte deel door Abstergo. Dus ja. Maar goed, er is een nieuwe hoofdmissie bij jongens. En die is daar. Maar... Ik zie al dat we op de tijd zitten. Dus jongens, de volgende keer gaan wij weer verder hier in Mexico. Hopelijk vinden we dan Evelyn's moeder. Na al die jaren. Maar we zullen zien. En hopelijk kunnen we ook tegenhouden dat ze het hele company hier, alle mensen hier, willen vergiftigen met bier op een festival. Hopelijk kunnen we dat voorkomen. En hopelijk zien we Evelyn's moeder terug. Zie jullie de volgende keer. Want voor u valt er maar nog één ding te zeggen. En dat is kijk zo even duimpje omhoog. Op mijn hele kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zo gemeerd. En dan valt er voor mij nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei! Wil je up-to-date zijn met alle video's, livestreams en andere bezigheden? Volg ons dan ook even op Twitter. Linkjes staan in de beschrijving.